thanks for noticing. En een kopje koffie. Ik heb afgesproken met de krant van West-Vlaanderen. Ze willen mij interviewen in verband met een nieuw platform dat zij lanceren, Questie. Morgen, jullie komen voor mij? Ja. Ja, hallo, mijn naam is. Als vlogger wil ik uiteraard op de hoogte blijven van de actualiteit in mijn stad, omdat dat een rol speelt in mijn video's. Ja, het is redelijk proper Nederlands. Ja. Ik hoor het eigenlijk niet dat je. Maar babbelen ooit in. Tuurlijk. Ja. Ze vragen mij nu ineens om in het West-Vlaams te spreken voor de camera en ik zal dat niet meer gewoon, echt niet meer gewoon. Zeker niet als de tekst die je krijgt om te zeggen in het AN staat en moet dat vertaal naar het, naar het West-Vlaams. Dat is raar. Maar het lukt wel, hè? Ja. Het is raar voor een Amerika West-Vlaams te vallen. Als vlogger wil ik natuurlijk op de hoogte blijven van de lokale. Als vlogger wil ik uiteraard op de hoogte blijven. Als vlogger zit natuurlijk super geïnteresseerd in hoe dat is. Als vlogger zit ik vaneens super geïnteresseerd in de lokale actualiteit, omdat dat een mega grote rol speelt in mijn video. Specifiek voor mij is het onbelangrijk om te weten wat er verandert in de stad. En wat er toen gebeurd is, dat had je echt nooit. Ah ja, fuck, het is weer in dat in. En wat er toen gebeurde, dat geloof je nooit. Stupid motherfucker. Er is vannacht een stomme aap op onze gevel geschreven. Echt waar, jongen. Ik heb een white spirit gaan halen, ik hoop dat ik het nu al af krijg. Dus ik moet me daarmee bezig houden. Dank u wel, meneer Ink. Allee, maar ik heb me verder naar de vlog. Yo. Het is vandaag een dag waarop wij extra hulp krijgen. Manon komt werken bij Ray in het kader van Zuiddag. Ja, je kan dat. Ja. Ja, en wat is dat precies? Dat is een dag dat alle zesdejaars in Vlaanderen moeten gaan helpen, ergens gaan werken en zo. Geld verdienen en dat aan een goed doel wordt gegeven. Top. Ja. Allee, we gaan er toffe dag van maken, hè? Ja. We zijn ondertussen op de VRT. We zijn net naar de Quick geweest. Ik heb nog een burger mee voor de Mattie, want hij kon er niet bij zijn. Dat is bijna exact hetzelfde uit, hoor. Ik heb er niks mee van vanmiddag gisteren, ik heb er niks mee gedaan. Even rondleiding aan het geven bij de VRT. Beste gids ooit, maar echt los de beste. We zijn al bij Studio Brussel geweest, bij Catnet en nu gaan we naar Eminem. Ça va? Nee. Wat is gedaan? Ja, dat is super tof. Super tof, hè? Ja. Hallo, dag. Deborah en ik zijn nog eens uitgegaan. Dat gebeurt niet meer veel. We moeten veel te veel werken. Check her out. You're fabulous tonight. Aloha, ik ben in Brugge. Het is hier vanavond Soirée Baron. We komen hier al een aantal jaar naartoe met de vrienden van Brugge. Ik ben een kopje koffie, ik moet hier wat werken vandaag op zondag en ik heb ontdekt dat Manoy nog een cadeautje heeft achtergelaten. Check dat! Je moest dat niet gedaan hebben, Mano. Dat was super tof. Wat er super lang geleden was in deze vlog, Ray die danst. Watch out, watch out, watch out, yeah. I smash out, I smash out, I smash out, yeah. Klaar voor mijn DJ-set van het weekend in Criss Cross Club in Kortrijk. Ray kan helaas niet meekomen, want het is van 12 tot 2 uur s'nachts. Maar jullie zijn allemaal welkom in Criss Cross Club in Kortrijk, zaterdag 28 oktober, hier in Kortrijk. DJ Bloody Honey Crew, dat ben ik, samen met een vriend. Wij gaan nog eens draaien. Ik heb er heel veel zin in. Amai.
wat een week. Het is de week waarin ik het filmpje van Kos heb gemonteerd. Er staat nog een filmpje te wachten over ons ritje op de Zoute GT-tour. 5, 4, 3, 2, 1. En ik heb super veel werk met Ray. Kijk, mijn oren zijn aan het gloeien. Dus ja, zo'n staat op Nieuwsblad op laatste nieuws, dat is echt de max. Ik krijg veel subscribers bij, welkom iedereen. Morgen gaan we naar Parijs. Gewoon even chillen. Hi baby. Waar zijn we? Paris. Nous sommes de Paris. Eh, oui, bien sûr. Et où est Ré? Oh. Où Ré n'est pas là? Ré. Non, Ré est chez son grand-parent. Et Max est signé. We hebben net een Uber besteld en ik heb gevraagd aan Deborah om te kijken welke het is, maar het is een Infiniti Q50 en Deborah weet totaal niet wat een Infiniti Q50 is. We hebben net fantastisch geshopt, alleen vooral Deborah eigenlijk. Ik ben Rick, hoe noemt dat, die mannen die zo alles dragen voor bergbeklimmers? Hershas? Nee. Ik ben de Spicolo van dienst en nu gaan we naar, nu is het mijn beurt. En nu gaan we naar Centre Pompidou, want er is een tentoonstelling van David Hockney. Ik heb gisteren al tickets gekocht, dus we kunnen er niet onderuit. Ze zijn alleen maar vandaag geldig. En dat is van maag. Dat is van kost. En daarna gaan we eten in Botaniste of zoiets. En het is echt super warm, het is echt geniaal in Parijs. Wat ben je te kopen? Ja, de... Kom, jongen. Bonjour. Ça va? Wel op bamboe hoor, schat. Wat vond je ervan? Kleurrijk. Kleurrijk, echt. Echt blij dat ik te zien heb. En nu gaan we eten. Kom weer. Huh? 14 oktober en wij lopen in ons t-shirt in Parijs. Hoe crazy is dat? Zalig. Dat is het Pantheon. Hier is mijn auto en die vraagt de hek. Nu is het een beetje like in Gert Late Night, hè? Nu moet ik lastige vragen stellen. Wat vind je eigenlijk van de vlog? Welke vlog? Onze vlog. Vind je dat niet lastig om altijd gefilmd te worden, zelfs in bed? Tuurlijk. En hoe is het om reet te misten nu? Verschrikkelijk. En hoe is het voor West-Vlaams te babbelen in mijn vlog? Verschrikkelijk. Ik kan opeens dat ik een keer een vlog volledig in West-Vlaams zou doen. Ik moet er altijd moeite doen voor anderen, maar ik kan een beetje moeite doen voor ons. Uitverstaan? Uitverstaan? Wat zei? Zeg, slaap wel, eet op maar nee. Yo, doei. We gaan naar huis. Hebben we een baguette mee toch? We zijn compleet. Let's go home. Ik heb er afgekregen, maar niet volledig en je ziet. De verf is ook kapot, hè, dus dat betekent dat ik moet herschilderen. Ah, jongens, toch. Joh. Tot zover vlog 8. Bedankt voor het kijken. En niet vergeten, zaterdag moet ik dragen in Kortrijk.
Auw! Auw! Auw, mijn beul! Bah! Auw! Oh! Een dikke, dikke beul! Ja! Niet te pakken, nee! Nee? Oké. Okay.